Dit is zo'n typisch Nederlandse doerak. En de Leiderdorpse brugwachter weet niet wat hem overkomt, want er volgen er nog zo'n 80. Ze zijn op weg voor een puzzeltocht, maar de thuisbasis voor het jubileumfeest is de Doeshaven. En voor ons is het een heerlijk schip. We zijn wel eens met een andere bezig geweest. Zeiden we, nee, we houden deze. We vinden het gewoon leuk om lekker elk weekend zalig daar naartoe te gaan. En daar naartoe te leven en dan de rust te hebben. Bestuurslid van het eerste uur van de Doerak Club is Pim Fréquin. Volgens hem is de Doerak een typische familieboot. Wij kunnen met deze boot 6 personen kwijt. Ja, comfortabel op de bank in bedden. En heel belangrijk, opa's en oma's kunnen hun kleinkinderen meenemen. Ja, en die zijn weer onze toekomstige doerakvaarders. In totaal varen er zo'n 5000 doerakken in Nederland rond. Ze zijn erg herkenbaar, want ze hebben allemaal zo'n typische platte voorkant. Je hebt 2 soorten mensen. Je vindt hem mooi of je vindt hem afschuwelijk. En een tussenweg is er niet. En we hebben er zoveel lol mee. Het is de caravan op het water. En je bent gewoon zo vrij als een vogeltje in de lucht. Doerakker is de gewone man en je kunt ze overal zien. Er zitten geen enkele kapsones in. Het zijn hele lieve, vriendelijke, sociale mensen. Dus het wordt een bescheiden feestje. Ik zei, ze houden graag van schipperbitter. Kortom, het zal nog wel even onrustig blijven in Leiderdorp en omgeving.